Edinburgh. Mevrouw Azawini gaat nu richting de immigration om op de vlucht richting Amsterdam, grondgebied van Suriname, te verlaten. We horen dat de Nederlandse ambassade op een gegeven moment ook een beetje in het donker tasten daarover. U zegt dat wij in het donker tasten over deze hele kwestie. Ja, in zekere zin wel. En op een zeker moment was dat zeker het geval. Wij kregen te horen via de media, we hebben dat niet vernomen van de Surinaamse autoriteiten, dat een zekere mevrouw Edinburgh zou zijn opgepakt en in detentie genomen zou zijn. Toen hebben wij veel moeite gedaan om te achterhalen of het bericht juist was. We hebben ook getracht te achterhalen waar ze zat. En begin vorige week kregen wij te horen dat ze in het politiebureau Geiersvliet zat. Tot twee keer toe hebben wij getracht daar naartoe te gaan en contact met haar te zoeken. En toen wij daar kwamen, de tweede keer, bleek ons dat zij was verdwenen. Was meegenomen door de Surinaamse justitiële autoriteiten. En met onbestemde betrekking was vertrokken. Met onbekende bestemming was vertrokken. Dat was voor mij aanleiding om per diplomatieke nota officieel aan te vragen naar de verblijfplaats van deze mevrouw. En nou, toen bleek ons achteraf, ook dat hebben wij niet via de officiële kanalen gehoord, maar toen bleek ons achteraf dat ze in Cayenne zat onder begeleiding van Surinaamse politieambtenaren. Die hele gang van zaken, moet ik eerlijk zeggen, heeft ons enigszins bevreemd. Er is wel contact geweest met de Nederlandse consul, het consulaat. Kijk, ik weet bijvoorbeeld van mijn tijd bij de politie, wanneer iemand met een buitenlandse nationaliteit wordt aangehouden, dat de politie die melding doet aan het consulaat. Niet dat het via buitenlandse zaken moet gaan en dergelijke. Ik weet niet als de procedures ondertussen zijn veranderd, maar toen nog kon er direct contact worden opgenomen met het consulaat en het consulaat kwam in. In dit geval heeft dus de vreemdelingendienst het consulaat benaderd van deze mevrouw, vestigingsbeschikking ingetrokken. Kunnen we een noodpaspoort bekomen van u? Het zou zijn dat het consulaat daarop zou reageren. Ze hebben toegezegd dat ze zouden nagaan. Volgens mij op 29 of 30 mei zouden ze langs gaan om dat te doen. Het is niet gebeurd. Normaal gesproken is het zo dat als een Nederlandse staatsburger wordt opgepakt door de justitiële autoriteiten, in dit geval van Suriname, maar dat geldt voor ieder ander land in de wereld, dan krijgen wij te horen, dan dienen wij officieel daarvan in kennis gesteld te worden en dan dienen wij de gelegenheid te krijgen om met de persoon in kwestie die is opgepakt contact op te nemen en normale consulaire assistentie te verlenen. Dat is de regel zoals die bestaat op basis van allerlei internationale verdragen. En dat is in dit geval niet gebeurd. Hoe bekijkt u deze situatie? Ik ben verbaasd dat Suriname niet conform het verdrag van Wenen heeft gehandeld. Dat is het enige wat ik daarover kan zeggen. En wat rust er op je schouders dan als ambassadeur? Wat kunt u nog doen? Wij hebben dus inderdaad een officiële nota gestuurd om na te vragen waar mevrouw was. Op dat moment wisten wij nog niet wie het betrof, waar ze zat. En wij wilden graag toegang hebben tot haar verblijfplaats, opdat wij met haar contact konden opnemen. Dat was de situatie. Ja, geen tekst en uitleg meer vanuit het ministerie van Bibes, van minister Albert Ramdin. Ik heb op een gegeven moment een gesprek gehad met meneer Ramdin en met meneer Amoxi. En daar werd mij verteld door beide heren dat mevrouw zich op dat moment in Cayenne bevond. Was de reden van uitzetting bekend bij u? Men heeft mij toen verteld dat zij verdacht werd van staatsgevaarlijke activiteiten. Ik heb geen stukken gekregen. Ik heb helemaal geen stukken ontvangen. Tot nu toe, de dag van vandaag, niet. Ja, maar wat verstaat Nederland onder, wanneer het gaat om hun staatsburgers, onder staatsgevallen? Dit is een evaluatie van de Surinaamse autoriteiten. Daar treed ik niet in. Ik kan niet beoordelen wat de Surinaamse autoriteiten als staatsgevaarlijk beschouwen. Ja. Nogmaals, ik ben niet officieel geïnformeerd daarover. Ik heb geen stukken ontvangen. Als we het zo moeten aanhoren dat de Surinaamse autoriteiten niet per diplomatieke nota zeg maar aangegeven wat er precies aan de hand is, ja, dan vragen we ons af. Hoe gaat de ambassadeur dan wel de ambassade hiermee om?
Ik heb nog steeds een verzoek liggen, en dat ligt bij het ministerie van Bibis op dit moment, om officieel geïnformeerd te worden per diplomatieke nota over de gang van zaken en over de status van mevrouw Edenburg. Ik heb een kort antwoord gekregen dat ik daarover te zijner tijd via de diplomatieke weg geïnformeerd zou kunnen gaan worden. En we zijn nu zoveel dagen verder. Ik heb nog steeds niets ontvangen.